Dinsdag. Het is vandaag dinsdag, 12 november, 8:30. Ik heb net Jonen naar werk gebracht en nu ga ik even een stukje rennen. Rennen, ja, helaas. Ik moet wel gaan rennen. Ik zit zo op te wachten. Not. Maar ja, het moet wel gebeuren voor de weightlifting competitie in Houston. En ik moet nog 6 kilo afvallen. Dus om dat te halen ga ik nu even rennen. Ik ga 5 kilometer rennen. Kijk hoe dat gaat. Mocht het lekker gaan, dan ga ik 10. We zien het al. Hierna heb ik weightlifting training bij Susan. Weet nog niet met wie. Jen sowieso, denk ik. Ivan zou gaan. Verder weet ik niet. Dus we zien het wel. We gaan nu rennen. Ik heb er zelf geen zin in. Leuk die leuk zijn. Ook ja, met de training. Het zijn dagen die je lichaam gewoon niet geeft. Maar je moet gewoon gaan. Je moet gewoon opstaan en gewoon dat doen. Weet je wel. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we gewoon weer tegenaan. Alhoewel ik geen zin heb om te rennen. Het is best wel bewolkt. Ik ga nu naar de corridor. Waterfabriek. Ik hoop dat het weer zo blijft. Rini Santa Clara, Clara Mica Linda. Si Bobo Babinha, well, manda coba el mundo. My, mi mama, ofrenda pago. Bali Watapana, mundo da clama. Oh, Santa Electra. Yo! Woo! Jesus! Oké, ik ben de rennen zit erop. Ik ben er klaar mee. Ik heb 5 kilometer gerend. Maar ik had best wel moeite mee, zeg. Tering, hé. Oef. Dit heb ik best wel lang niet gedaan. Ik heb best wel lang niet meer gerend. Maar het eerste gedeelte ging goed. Begon heel goed. Op een gegeven moment begon mijn schouders te branden, joh. Ik had meer last in mijn schouders dan mijn benen. En ik weet heel goed dat mijn rentechniek niet zo goed is. Dus ik ga gewoon puur op kracht en puur op mentaliteit. Dan ga ik gewoon kijken hoe ver ik kom. Ik ga nu even snel naar huis. De jongens hebben me gebeld dat ze gaan nu liften. Ze gaan weightliften doen bij Subestand. Dus ik ga even snel naar huis, even omkleden, even snel wat binnen werken. En dan gaan we liften. Dus tot straks! En back to me. Yes! Kijk, ik ben nu bij Subestand aangekomen. Helaas heeft Walter mijn trainer nog niet gestuurd. Dus ik ga even kijken wat Jen en Eva gaan doen. En misschien training met hun wel even.
kilo. Klaar om het eerste gedeelte. Wat ik eigenlijk heel blij mee ben, is dat ik net gewogen, ik ben al 3 kilo kwijt. Ik ben 3 kilo kwijt in een week. Ik voel me niet zwak. Zwak moet het groot worden. Mijn front squat gaat niet zo makkelijk omhoog dan voorheen. Ik heb gerend en vervolgens leg door naar training. Dus natuurlijk voel ik het een beetje zwaar. Voelt een beetje iets zwaarder dan normaal. Maar al ben ik best wel blij hoe de training gaat. Vanavond misschien even trainen met Ivan. Dan moet ik nog even kijken staan vanavond of Walter mijn trainingsprogramma stuurt.